Ja, er zijn ook 1000 covers gemaakt van dit nummer, maar ja, deze mag er ook zijn, hè, van Brainbox. Hè? Ja, ja, ja. Geweldig. Summertime, Breda nu 20:30. Wat hebben wij op programma staan? We hebben een scheidende directeur. Ja. Jawel. Ja, niet echt scheidend, maar dat hij weggaat. Op de voorkant van de rat zat ook een scheidend... dat even. Daarover, ja. Dan gaan we daar maar eerst even mee beginnen, Leon. Ja, we hebben de papieren rat die gaat die staat misschien uitkomen. Wel ergens anders op draaiboek, maar dat maakt niet uit. We krijgen er geen genoeg van. We gaan we straks nog eens even beschouwen. Maar die is afgelopen dinsdag, maandagnacht is hij naar de drukker gegaan. Morgen gaan we hem ophalen. En we zijn er weer trots op, hoor. Echt, heb je al wel een soort proefje? Ik heb al een proefdrukje. Ga ik zo meteen even een twittertje voor op de socials zetten. Dan krijg ik al een kleine sneak preview van wat er allemaal ons te wachten staat in het boekje. Maar 60 pagina's vol supporterstaal, taal van de tribune. Proza. Proza, prachtige proza uit de kerstboom. De gele Bijbel. De gele Bijbel, de gele geweldenaar. De gele Koran, want anders krijg ik weer ruzie. Je moet alles... Hebben we nog een boeddhistisch boek of niet? Oh jee, hoe heet dat? Geen idee. Geen idee van de Frasja Fischwitsch. Ik weet het niet meer. Ik heb het ooit gehad, denk ik. En Tora en de... Tora en Bora. Tora Bora. Tora Bora eilanden. Hoe heet het? Aankomende zaterdag natuurlijk voor de wedstrijd. En waar is hij te verkrijgen? Bij die lelijke koppen rond het stadion, hè? Oh, kan niet staan dan te herkennen aan dat wapperend met dat gele boekje met die gele kaft. En krijg je ook stickers bij, Leon? Je krijgt er weer een handje vol stickers bij. Het is niet te geloven, hè? Zijn er vandaag ook binnengekomen. Het zijn weer mooie keer, hoor. Het zijn er echt wel lekker. Van de stickerkoning. Ja, zijn weer een paar nieuwe ontwerpen. Nieuwe? Ja, ook weer nieuwe. Dus maak een foto waar je hem plakt en mail hem even naar ons. Oh, dan komt hij weer in het fanbase ding. Ja, dan komt hij weer op no-op stickers en op de rat en zo. Hartstikke goed. De rat. Koop dat ding. Koop dat boekje. Ja. Bijbel. Supporters waard. Dat is gele. Welk item zouden we nou eigenlijk... Oh ja, Goedzee die betrekt. Justin die stopt ermee. Zeg Leon, wat vind jij dat Justin Goedzee goed heeft gedaan? Ja, want het goed heeft gedaan. Nou, vooral 5,5 jaar blijven zitten. Dat is verdomd. Dat is al heel wat, hè? Uit weten te houden. En het knapste is nog wel dat hij langs door de voordeur eruit gaat. Ja. Want wat is de laatste keer dat er een directeur door de voordeur de banakjes naar buiten gegaan? Ik kan het me al niet meer herinneren. Nee, dat is lang geleden. Een algemeen directeur door de voordeur, ik kan me het niet herinneren. Ik moet echt nadenken. Los van alle interims. Ja, al die interim figuren, maar dat moet je eigenlijk niet meetellen, want die zaten er 3 maanden of zo. Nee, precies. Vroeger hadden we niet echt een interim directeur, of een algemeen directeur. Voor Oldmans was dat er volgens mij nog niet eens. Dat je de voorzitter van de vereniging of zo. Hè? John Peek. Ja, John Peek, maar die ging ook niet zo leuk weg. Hè? Operational manager. Dat was ook lastig toen, dat weet ik nog wel. Dat was ook moeilijk voor. En daarna kwam, weet niet meer, toen kwam er daarna, hadden we Oldmans. Nou, dat was ook een drama. Ja, dat was een drama, ja. Dat was echt een drama. Je werd letterlijk met de bezem eruit geveegd, hè? Ja, ik hoop dat NAC geleerd heeft van de Oldmans. Dus geen mensen uit de andere sporten uit B. Nee, dus dat doe, hebben ze... Doe gewoon je ding. Blijf bij je ding. Dus pak Toon Gerbrands. Oh nee. Nee, of Stefan Eskes of zo. Die hadden we ook nog, voetbal. Hij man. Stefan Eskes, man. Ze weg van Oldmans geleerd. Die experience, man. Geen vreemde jongen. Gewoon een Bredanaar die NAC kent. En die voetbal kent. En die NAC leuk vindt. En die moet je hebben. En Theo Mommers hadden we toen gehad. Die had er nog een voorgeschiedenis bij. Ja, dat dachten we eerst van Vitesse. Maar de voortekenen waren niet slecht. Nee. Maar de natekenen wel. Ja. Maar ook dat weer, dat is geen Bredanaar. Ja. Dat is geen nakker. Maar wel een voetballer. Ja, maar geen nakker. Het was een Eindhoven. Moet het dan nakker zijn? Ja, volgens mij wel. Ja, vind je echt? Dat vind ik wel. Want iemand die een buitenstaander, die kent NAC niet. Nee, het is wel moeilijk. Dat is wel gebleken, joh. Ik denk dat, je kunt allemaal zeggen van, dat maakt niet uit, maar voor mij maakt het wel uit. Ik denk dat Goedzee een enorme voorsprong had met het feit dat hij, natuurlijk geen oorsprong Breda, maar hij wist, al sinds jaren 80 de tribunes van NAC bestijgt. Hij wist hoe de hazen liepen, zeg maar. Ja, zeker. En dan zat hij wel enorm veel krediet mee en weet precies inderdaad hoe de hazen lopen en... Bij NAC lopen ze meestal alle kanten. Hey, maar even terugkomen, wat heeft hij nou fout gedaan? Ja, kijk, hij zal natuurlijk ongetwijfeld wel zijn foute inschatting hebben gemaakt. En ik denk dat het ook gedeelde fout, hoor, als ik er eentje mag inleiden. En dat is de aanstelling van Hans Smulders. Ja. Niet Hans Smulders aan zich, maar hoe dat hij is ingepast in het hele organisatiehuis. Hè? Om hem niet op een managerstitel te zetten, Hans Smulders, maar op gelijke hoogte, tegeningsbevoegdheid, gelijk aan de algemeen directeur. Mm-hmm.
En dat heeft hem zo'n solistisch platform gegeven, Hans Mulders. Maar was dat daarvoor dan niet zo? Nee, hij was technisch manager. Dat was iets lager in rang eigenlijk. En Justin heeft aangegeven, ja, ik ga niet die technische dingen doen. Ik heb daar geen verstand van, wil ik niet verantwoordelijk voor zijn. Nee. Ik wil daar ook niet tekeningsbevoegd voor zijn. Dus, maar hoe ging het daarvoor dan? Want ja, dus wel. Dan deed hij er ook wel dingen in. Toen was toen was Stefan Eskes was de Big Chief. Nee, maar een tijdje hebben we ook nog, toen Smulders er niet was. Geen Rutjes. Nou, bijvoorbeeld. En hoe heet die andere? Ja, maar die was technisch, die was geen technisch directeur. Hè? Die was technisch manager. Ja, dat bedoel ik. Maar toen was onder Stefan Eskes. Ja. Nee, maar Goedzee was er ook al. Ja, maar die was commercieel directeur. Nee, maar ook een tijdje heeft volgens mij onze vriend Rutjes onder Goedzee gefunctioneerd. Ja, ik denk dat hij dat... Een soort overgangsfase of zo. De tijdlijn heb ik niet helemaal helder meer. Maar ik denk dat daar ook heel voornamelijk veel veel gedeelde taken in zat. Het komt neer dat Hans Mulder dus carte blanche had. Nou, dat was het, hè? En de vraag is of dat goed is. Ja. Dat is de vraag. En dan kun je zeggen van... meerdere mensen bemoeien zich ermee, dus... Ja, dat gebeurde maar, wel natuurlijk, hè? Probeer maar eens de neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen. Ja. Dat is heel moeilijk. Ja. Aan de andere kant, zeg ik altijd... Hoe meer mensen zich ermee bemoeien, hoe meer mensen... Iets weten. Iets vinden. En iets vinden. Maar nu iets een comité. Nu hebben ze een technisch comité. Ja, nu hebben we een technisch hart. Oh ja, hart. Hoor je dat kloppen? Ja. Jawel. Pop. Maar ja, jij vindt eigenlijk van... dat kan goed. Het is wel goed als er een paar mensen zijn die iets vinden. Hè? Ja. Maar ja, niet te veel. Heb je verschillende... Nee, niet te veel. Want dan is het moeilijk om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het zijn er nou vier, hè? Maar je hebt een aantal meningen en dat is op zich wel goed. Ja. Maar als je er vier hebt, heb je weer geen stemming, hè? Dan heb je weer stemmen staken. Vier is een rot aantal. Dat is eigenlijk niet zo handig. Dan moet je er drie hebben. Oneven aantal zijn. Ja. En, dus, en dan geen één. dat is ook een oneven nul, aantal. Dat is even. Dat kan dan werkt niet. Nou ja, ja maar Smulders heeft een beetje te veel kunnen kijken in zijn eigen netwerkdingetje. Ja, en het contract met City kon hij helemaal uitventen. Ja, ik vond hem te veel gericht op geld. Dat NAC uit de Rode Zuis moet komen. Goedzee bedoel je nu? Ja, Goedzee bedoel ik. Ja, die ja, maar dat was wel noodzakelijk, dat weet ik wel. Maar je blijft en je bent nog steeds een voetbalclub. En volgens mij gaat het om voetballen. Ik denk dat we inderdaad erg veel... Ja, kijk, het kan goed uitpakken, kan slecht uitpakken. Ja. Ik scheelde het om een paar peentjes. Ja, dat is wel zo. Maar we waren goed bezig. Ja, precies. Maar inderdaad, we hebben vaak jarenlang ook net aan de goede kant van de sloot geëindigd. Zeg klopt, maar. Klopt. En met hetzelfde saneringsbeleid. En we waren inderdaad, wat Marcel zegt, dat klopt. We zijn wel heel erg bezig geweest met die punten scoren in dat financial fair play system. Whatever. En dat is prima gelukt, hoor. Je moet natuurlijk wel klimmen, want we zaten onderin. Als je daar te lang in blijft, heb je echt een probleem, hè? Voor je licentie, hè? We zouden wel klommen, daar niet van. Maar dit seizoen gaat niemand soepeltjes, zeg maar. Nee, maar we zitten nou in een gezonde hoek, helemaal, hè? Ja, maar dat is toch wel zijn verdiensten. Maar de problemen rijzen zich als we eruit vliegen. Ja. Ja, dan heb je weer een probleem. Dan heb je weer een probleem. Ja. Of je moet heel snel teruggeven, zoals de laatste keer. Ja, maar dat is heel moeilijk. Ja, je weet niet. Het lukte ineens toch wel. En ja, dan denk je, klopt. Ja, we zijn ineens terug. Maar als je nu kijkt naar de keukenkampioen-divisie. Wie? Ja, zeg ik dat goed. Ja, dan hadden wij nou tiende gestaan waarschijnlijk. Ja, zoiets. Keukenkastjeskampioen. Ja, weet ik. Dat is toch met die schroefjes die allemaal ontbreken. Ja, keukenkastjes. Hopen dat geen IKEA keuken. Echt een vreselijke naam, maar goed. Keukenkastjeskampioen. Gewoon eerste divisie. Maar dan heb je een probleem. En het tweede probleem bij Van Goedzee is, vond ik, dat hij alles en iedereen tevreden wilde houden. Ja. Echt alles en iedereen. Ja, hij is wel een people's manager type. En, ja. Nou, te people manager. Misschien iets te veel. Hoe zeg je dat? Ja, iets te veel, ja. Ja, maar toch heb ik vind dat NAC, ik vind dat NAC een keer richting City en richting KNVB gewoon met vast op tafel moet staan. Nou, dat is misschien wel een punt waar je een kritiek op kunt hebben. Maar, hij was wel echt, maar hij is natuurlijk echt een commerciële en een financiële man. En daar heeft hij het goed gedaan, hè? Ja, dat heeft hij goed gedaan. De sponsors die weg waren met Eskes, die zijn allemaal wel allemaal teruggekomen. Dat is wel mede zijn verdienst. Ja, klopt. Is hij meer een commercieel directeur? Ja, ik denk het wel. Dat hij echt op die hoek... Echt verkoop, zeg maar. Ik zit alleen te denken, je hebt het over de City inderdaad. En dat begint ook wel een hoop verwarring. En... Ik ben benieuwd, ik vraag me af in hoeverre Justin Goedzee bemoeienis heeft met heel die City deal. Ja, jij bedoelt dat die van Hans Mulders zijn. Ja, want die zijn echt, als dan nogmaals te zeggen, die zijn echt op gelijke hoogte, zeg maar, qua betekeningsbevoegdheid. Justin ging echt puur over de operationele zaken, als het gaat over kantoor, commercie, noem maar op. En technische zaken, alles met een rollende bal te maken en een voetbalmop heeft te maken, dat lag hem op Hans Mulders op zijn bureau. Daar heeft hij ook bewust voor gekozen. Ja. Op het moment dat het slecht ging op het veld, nou ja, was Justin Goedzee totaal niet te zien in de krant. Ja, dat heeft hij ook bewust voor gekozen. Ja,
Dat is zijn rol, maar ja. Hij had wel kunnen fluisteren. In kunnen fluisteren bij Hans Mulders. Ja, en dat zullen ze ongetwijfeld hebben gedaan. Die hebben nee, volgens mij spraken ze regelmatig met elkaar. Dus ja, volgens mij liepen elkaar niet. En daar vraag ik me af, waar zijn die gesprekken over gegaan? Oh ja, natuurlijk. Maar ja. Daar gaat het ook over voetbal, hè? Dat dacht ik wel. Ja, hij is toch een JK4 man, hè? Dus ook dat. We zijn nog steeds een voetbalclub. Ja, maar inderdaad. Maar jij vraagt je af, hè, maar waar die gesprekken over gaan. Maar denk jij dat Hans Mulders ook op zijn beurt heeft gevraagd van... Hé, Justin, waarom ben je niet bij die sponsor even langs gegaan? Waarom heb je dat babbeltje niet gemaakt? Ja, en waarom heb je dat geld niet binnen hebben gehaald? Ja, die inhoud van die gesprek ken ik niet. Precies. Maar ze zijn dan met elkaars vakdisciplines aan het bemoeien. Ik weet niet hoe ver dat gaat, inderdaad. Ja. Daar zijn andere mensen voor. Er zijn ook mensen die hem wel kunnen afrekenen. Hans Mulders, hè. Er zitten nog commissarissen boven, noem maar op. Heel die rattenplan die erboven zit. Die moeten hem op aanspreken op zijn functioneren. Ja, dat is ook zo. Dat klopt. Dat is hun rol. Even, maar dat is niet gebeurd. Geen idee. Waren wij dus ook niet bij. Nee, daar zijn we dan weer niet bij. Maar ja, althans, dat is misschien gebeurd. Dat is uiteindelijk zo eruit gerold dat Hans Mulders blijkbaar dus niet communiceerde. En eruit vloog om die reden. Mm-hmm. Althans, hij heeft zijn eigen poten eronder uitgehaald. Hij zou blijven tot dat het nieuw was, maar dat heeft hij dus niet meer gedaan. Dat hij de aanbod heeft gehad van Jumbo-Visma, de wielerschaatsploeg. Ja, dat gaat hij doen. Dan wordt hij algemeen directeur worden. Dat is de reden. Dus hij gaat toen naar een andere sport. Ja, precies. Absoluut. Ja, hij is een sport. Dus de vraag is of hij lukt dat? Bij de wielrennerij? Ik denk het niet. Nou, de wielrennerij vind ik met voetbal nog wel redelijk matchen. De schaatserij weet ik niet. Maar kent hij die wereld? Ja, dat weet ik niet. Dat is de vraag. Goed. Ja, dat weet ik. Ja, ik denk het niet. Ik hoop het voor hem. Die zit al heel lang in de voetbalwereld. Hey, ja, RKC, Den Haag, noem alles maar op. Ja. Maar ja, we wensen wel alle succes. Absoluut. En wie hebben we ook nog iemand die we zouden kunnen... Dat is een goeie. Leon, heb jij namen genoeg gehoord? Ik hoor heel veel namen. Maar ja, maar ja. Ik hoor een naam ook. Ik hoor iemand de slipper van tong Jan-Willem van Dijk. Als we de opvolger en zo. Nee, ja, nee. Ja, en die dingen wordt genoemd. Die Remco Overzier. Oh ja. Oh ja, ja, ja. Van, die wordt ook genoemd. Die RKC. De RKC er ook, hè? Ja, die zit nou bij Vitesse toch niet? Ja, ja, oh, ja, precies. Okay. Dat is naar Vitesse gegaan. Ja. Dus, ja, ja, maar zou die dezelfde rol krijgen als, of zou die weer boven alles komen? Dus dan heb je geen technisch manager een technisch directeur ernaast, maar weer een technisch hart. Ik weet niet of dit wordt een algemeen inderdaad. Dan wordt echt weer iemand die ook helemaal organiseren. Gaan ze ook echt helemaal uitverdelen. Ze gaan weer dus echt weer terug naar een technisch manager en een algemeen directeur die echt algemeen de baas van alles. Die draagt dus verantwoording af aan de algemeen directeur. Dus ze zoeken ook iemand die verstand van voetbal heeft. Ja, ja. En van geldzaken. Ja, maar je hebt ook, dan heb je daarnaast misschien weer een commercieel manager ook weer. Ja, wellicht. Dat kan. Ja, dan wordt misschien dingen... Ja, dan wordt er misschien Erik Matthijs een beetje opgewaardeerd. Oh, ja. Dus dat kan allemaal binnen hetzelfde huis. Dat is wel een puur commerciële man. Ja. Mensen afwachten. Goed. Ja. Ja, dat klopt. Zullen we even een supergrasje doen? Tussendoor? Ja, iets met goede weer. Als het maar iets met goede weer is. Ja, lijkt me wel aan toe. Vooral voor Emil Jansen. Pokkenweer, echt. Pokkenweer is het, echt.